De NVB bus- en boothouders hebben hun opgeschorte acties vanaf gistermiddag hervat. Iwan Woon, ondervoorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname, OBS, geeft aan dat de reguliere betalingen over de maand juni nog steeds niet zijn overgemaakt. Gesprekken met de directeur van het Nationaal Vervoersbedrijf, Fariel Renfrum, hebben volgens Woon geen duidelijkheid opgeleverd. Je weet, 2 weken geleden zou op de maandag zou juni betaald worden. Het is nog steeds niet het geval. De COVID-gelden daarvan hebben we ook nog niet gezien. Dat is het, de vergoeding die de bushouders moeten krijgen die de verpleegsters vervoeren. Mm-hmm. En het klap op de vuurpijl, dat is dan de verhoging van gisteren de benzine. En we hebben gewoon geen geld meer om voor te schieten, om te betalen de dagelijkse brandstof die ook bij moeten tanken. Intussen had de directeur dat bericht ook al. En zij gaf mij aan dus dat de betaling over juni de volgende week zal plaatsvinden, in elk geval voor vrijdag. Maar in elk geval, ik kan niet meer afgaan op deze afspraak van de. De bond is ook ontevreden over de verhoging van de brandstofprijzen. Woon meent dat zaken betreffende dit onderwerp goed besproken moesten worden met de leiding van het NVB en het ministerie. Zaken moeten besproken worden hoe het staat met de brandstofverhoging en dat soort zaken. Want toen we naar 15 SAD waren gegaan, had de regering aangegeven dus dat ze 3,50 voor hun rekening zouden nemen. Ja. Maar dit keer is er niet gesproken daarover. Woon geeft tenslotte aan dat de verhoging van de NVB-tarieven naar 5 SRD de situatie van de bus- en boothouders niet zal verhelpen. Dit zal pas het geval zijn als de tariefsaanpassing samengaat met de verhoging van de subsidies. De aanpassing van de bus- en boottarieven gaat per 1 september in.